Hallo, en ik heb hier 805.000 Indonesische rupiah. Oftewel, het is hetzelfde. Hetzelfde. Hiervan zou ik ongeveer in Nederland 3 keer eten kunnen. Hiermee kan ik 40 keer uit eten in Indonesië. Ja. Hi. Hallo. We zijn onderweg naar Lovina. Woe! Eten! Nou, vandaag eten we typisch Balinese en dat is met stokjes natuurlijk. Dat weet iedereen toch? We eten Thais. Oké, grapje. Thais is wel met stokjes. In Bali gebruiken ze heel vaak een vork en een lepel. Maar de locals gebruiken hun handen. Zo, wat zijn we aan het doen? Ik word Balinese. Ik heb geregeld dat Anke, Milene en ik een keer helemaal opgemaakt mochten worden en de kleding aan mochten van de Balinese dans. En daar zitten we nu ook in. Daar is Sanne. En daar is Milene. Tijdens mijn project heb ik gekeken naar lichamelijk beperkte mensen op Bali. De eerste maand liep het nog niet heel soepel. Ik heb vooral mandjes zitten vlechten en ben naar meetingen geweest met dove mensen. Later in de periode ben ik wel in contact gekomen met de lichamelijk beperkte mensen en heb uiteindelijk zo een advies kunnen geven. De eerste dag voor me was voornamelijk wachten op het hoofd van een NICU. Maar die kwam pas om 2 uur aanzetten en het was onze dienst voorbij. Dus op zich niet heel veel kunnen doen, op zich wel... wel wat kunnen zien, ja. Soms jongens is de wereld gekomen, een bayi laki-laki salad. Ja, en het was best wel bijzonder. Bali kent van oktober tot en met april een regenseizoen. Hier hebben wij veel van gemerkt. Oh, kijk nou! Kijk! Oh joh! Overstromingen! Oh, steen! Overstromingen en je wordt naar huis. Nou, dan lopen we toch? Naast het regenseizoen hebben wij heel erg kunnen genieten van onze tijd op Bali.